Betty is zo dichtbij om beroemd te worden. Betty is bijna een ster. Niet minder, maar haar moeder keurt het niet goed. Oh, mam, hoi! Betty, stop met acteren. Annie, leg die telefoon weg. En maak je huiswerk. Oh, mami is weer bezig. Het is vakantie. En het enige waar ze aan denkt is huiswerk. Zus, we moeten ons ergens verstoppen. Dat is een geweldig idee, Betty. We maken een huis onder het plafond. En mama zal ons nooit vinden. Er is een hoop werk te doen. Het is een teamprestatie. Annie neemt de maten. En Betty snijdt. Het is helemaal niet moeilijk. Nu maken we het frame vast aan de muur. En je moet het goed vastmaken. Wauw. Ik kom er zo aan, Betty. Ik ben al onderweg. Alsjeblieft. De schroevendraaier is een geweldig gereedschap. Hey. Nu jij, Betty. Ga ervoor. Het frame is bijna klaar. Het laatste stuk moet nog worden bevestigd. En we leggen deze plank er bovenop. Help me, Annie. Ik kom er zo aan, zus. Laten we het uitsnijden en proberen het daar te plaatsen. Het stuk past perfect. High five. Laten we nu naar boven klimmen. En de vloer van de cabine afmaken. Dat is makkelijk. Zelftappende schroeven kunnen zowat alles doen. Heb je het, Betty? Tijd om een deur voor de geheime kamer te bedenken. Annie's beurt. Laten we het triplexplaat verstevigen met houten spijlen. Lijm de balken aan de plaat. Klaar. En om de deur te sluiten hebben we schuifscharnieren nodig. Schroef ze vast. En laten we nu eens kijken wat we hebben. Yes, de deur werkt. Wow. Probeer ons nu te vinden, mami. Oh. Het is ons gelukt, Annie. Poeh! Oh ja, Betty. Dit is onze geheime schuilplaats. Maar laten we het een beetje versieren. Geen probleem, zus. Laten we de deuren openen. We gaan verder. De verf zit al op zijn plaats. Dank je, Betty. Ik werk boven en jij werkt op de eerste verdieping. Afgesproken. De geheime kamer krijgt een blauwe binnenkant. Geheimhouding is alles. Mam kan dit huis niet zien. Wat is het volgende plan? We hebben een ladder nodig, Annie. Laten we er eentje maken. We gebruiken wat er over is van deze balken. En we maken twee gaten in elke balk. We hebben ook een touw nodig. Betty is goed in knopen leggen. Het is makkelijk. Een stok en dan de knoop. Helemaal tot aan de vloer. En nu het belangrijkste. Laten we onze ladder vastmaken. Annie, controleer het. Zal ik doen, Betty. Het is helemaal goed gekomen. Maar we hebben een ander probleem. Het geheime huis is niet comfortabel genoeg. Maak je geen zorgen, Annie. Het wordt hier super zacht. Betty is zo'n tovenaar. Dit kleed zal goed van pas komen. Laten we het openvouwen en de randen bijknippen. Betty, dit is een klusje voor jou. Rustig, Annie. Dat is veel beter. De lodge is mooi en zacht. Het is nog te vroeg om te ontspannen, Annie. Laten we de muren doen. Behangen is zo uit de vorige eeuw. We gebruiken inpakpapier. Wat dacht je van een geel en wit ontwerp? Helder en stijlvol. We hebben het gehaald, Betty. Wauw, hij zoomt. Als een echt beest. Dat is een geweldig idee, Betty. Dat wordt ons kamermonster. En de pleat is er al. Laten we er een cape van maken voor de airconditioner. Dat is een goed begin. Er zijn nog zoveel extra onderdelen over. Laten we een zachtkussen maken. Naai de zijkanten. Draai het binnenste buiten. En vul het met wat opvullend polyester. Er is nooit te veel zachtheid. Wat een gezellig kussen hebben we. En nu beginnen we met versieren. Betty is ook bang. Waar zijn de wenkbrauwen? Al op hun plaats. Oh, ik vergat bijna de snor. Ziet eruit als een echt monster. Nog maar een paar details. De kamer onder het plafond is zo gezellig geworden. En dit monster is helemaal niet eng. Ik heb honger, Betty. Ik ben zo terug. Oeh, lekker. Betty, het eten is klaar. Geniet ervan. Alle snoepjes zijn veel lekkerder onder het plafond. En de vuilnis dan? Betty, kijk, hier komt de truc. Laten we alles wat we niet nodig hebben naar beneden gooien. Annie, geen afval hier.
We bouwen een vuilnistrechter. Goed idee, zus. En alle stukken liggen op een plaats. Er komt een vuilnisbak onder. Probeer het, Annie. Zoals je wilt, Betty. En dat is een voltreffer. Alles wat overbodig is, zit al in de prullenbak. Het is nu perfect schoon onder het plafond. Blijf wakker, Annie. Laten we doorwerken. Waar hebben we ze voor nodig? We maken zachte muren, Annie. Vertrouw me, we maken er een geweldige van. En de ontwerpers gaan aan het werk. De sponsen gaan uit elkaar om driehoeken te krijgen. Er blijft niet veel over. Lijm het zachte decor direct op de muur. Annie zal dat doen, maar Betty zal zich ook niet vervelen. Zij zal de vuilniskoker schilderen. Het ontwerp moet perfect zijn. En het werk op de tweede verdieping is in volle gang. Annie heeft een heerlijke installatie bedacht. Die watermeloenplak ziet er lekker uit. Tijd voor wat verlichting. Dit is waar het snoer van lichten van pas komt. En Annie heeft deze kleurrijke vlaggen. Het is een mooie combinatie. En waar zou je het hangen? Yep, recht onder het plafond. We hebben het gedaan. Laten we de slinger vastmaken. Nu zal de geheime kamer schitteren. Hij zal zelfs 's nachts helder zijn. Kijk eens hoe mooi het hier is. Wow. Het lijken wel echte sterren. We hebben deze Lego set nodig. We maken een tafel voor de laptop. Laten we in teams verdelen. Annie zal de poten voor de tafel maken. En Betty zal het tafelblad ontwerpen. Dit is waar dat grote frame nodig zal zijn. Laten we het vullen met een constructor. Dit is geen gemakkelijke taak. Het belangrijkste is om geduldig te zijn. En Annie is bijna klaar met de poten. Dit is comfortabeler. Nog één laatste rij en het tafelblad is klaar. Nu gebruiken we het frame. Het past er perfect. Vier poten zijn ook op hun plaats. Zo, laten we de onderdelen samenvoegen. Een lichte tafel voor een lichte geheime kamer. Zo, zullen we spelen, zus? Natuurlijk! Nou, kijk uit! Laten we eens kijken wie er als winnaar uit de bus komt. We zijn moe van de laptop. Wat wil je gaan doen? Oh, daar is Betty. Hoe gaat het met je zus? Annie, ga uit de weg. Maar de zuster moet gered worden van verveling. Annie, we gaan honkbal spelen. En we kunnen niet zonder requisieten. We hebben een balk onder het plafond nodig. En een bal. Annie, bind de bal vast. Zorg ervoor dat het je houdt. Klaar. Nu gaan we spelen. Niet gluren, Annie. 1, 2, 3, af. Probeer het te raken, zuster. Focus. Maar Betty kan niet verliezen. Dat is niet eerlijk. Nou, hou vol, Betty. Maar het is tijd om het voor gezien te houden. Alarm, Annie. Ik denk dat mijn man daar is. Bedek je, zal ik doen, Betty. Om de geheime kamer te verbergen, hoef je alleen maar de deur te sluiten. Oh, we zijn de ladder vergeten. Laat hem naar boven brengen. Hoe gaat het, meiden? Hallo, waar ben je? Dit is raar. Wees alsjeblieft stil, Betty. Ik probeer het, Annie. Ze mogen niet gepakt worden. Oké, ik denk dat ze zijn gaan wandelen. Annie, ze gaat weg. Goed zo, zus. Ik moet even in de tuin gaan kijken. De meisjes moeten daar zijn. Het spaarvarken is al vol. Wauw, er zit hier een fortuin in. Annie, waar ben je? We moeten praten. Wil je wat geld verdienen? Maar eerst proberen we te winnen. Wie het eerste doel raakt, krijgt het geld. Dat is een winstgevend aanbod. Daar gaan we, Betty. Maar niet huilen als je verliest. Het is niet zo simpel. Het doel zal bewegen. Hey, rustig aan. Maar je kan Betty niet verslaan. Jouw beurt. Probeer hem te vangen. Maar Betty is de kampioen. Recht op het doel af. Je hebt verloren, Annie. Je weet wat je moet doen. Kom op, zus. Zullen wij pizza gaan halen? Het ruikt magisch, nietwaar? Stop. Hoor je dat, Annie? Er is daar iemand. Kijk! Echt niet, Betty. Doe jij het maar. We zullen de ruzie op een volwassen manier oplossen. Laten we gaan. Ha, punt voor mij. Nog een keer. Dat is pech. Dat is 2-1. Betty is zo ongelukkig. Oké, Annie, ik ga. Knop, klop. Iemand thuis? Mam, ben jij dat? Hoi, Betty. Heb je een pizza voor me gehaald? Geweldig. Laat hem hierheen halen. Het is tijd om je huiswerk te maken. En mama's favoriete show staat op het schema. Oké, mama. Mama is nu de eigenaar van het huis onder het plafond. Maar morgen bedenken we een nieuwe verstopplek.